vriendin. Kom je mee? We gaan spelen vandaag. Ik heb haar eventjes zo opgezadeld, want en met één hand opzadelen en de andere hand. De camera van zo is net even wat te moeilijk. We doen eerst eventjes lekker instappen en dan gaan we logeren. We hebben de paddock een half uurtje, dus dat betekent eerst lekker even een kwartiertje aan het kaptoom logeren. Gewoon even lekker op eigen benen. En aan een kwartiertje doe ik nog de bijzetter aan. Goed hoor, meisje. Dus die heeft nog heerlijk een uurtje buiten gespeeld. Die gaat nu weer lekker naar haar bed. Want dan krijgt ze zo te eten. Ja, lief hè. Oh, heb je dorst van gekregen? Nee, niet. Gewoon op zoek of ergens eten is. Oh, je hebt eten. Kijk, je hebt al eten. Donderdag. Tijd om mijn vriendinnetje lekker te rijden. Ik heb mijn spulletjes hier allemaal opgehangen. Zadeldekje, hoofdstelkappie. Laars heb ik aan. Ik ga het eventjes uit de box halen. Hoja. Hoja. Dus die is lekker gepoetst. Zoals je hebt gezien heb ik ook een aantal massagetechnieken uitgeoefend op Just. Om te zorgen dat zij nog ietsje losser kan laten in haar lijf. Eén keer in de maand komt altijd de massagedame voor Just. Om haar optimaal in haar lichaam te laten voelen. En dus ook haar lichaam optimaal te krijgen. En zij geeft me dan altijd wat huiswerk mee. Wat ik altijd voor en na het rijden meeneem. Ik zit lekker op Justy. Dan ga ik eerst eventjes lekker instappen. En Steven is in de bak aan het lesgeven, daar ergens. Wordt er wel ruimer van voor hoor. Ja? Ja, sommige passen wel. Zou nog ietsje meer van achter erbij mogen. Dat is wat je een klein beetje ziet, dat hij dan net niet achter nog niet snel genoeg is. Maar dat is gewoon trainen. Ja, maar hij wordt echt wel ruimer nu aan de voorkant. Het is niet meer dat hele... korte. Goed zo. Netjes hoor. Halve ophouding. Zetten. Duidelijk laten zien wat je gaat doen. Neem mee. Neem mee. Neem mee. Doordraaien. 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 Niet voorover gaan zitten. Schoft omhoog. Zitten. Ietsje rechterstelling toch ook houden dan. Het is donderdagmiddag. En ik ben met Daisy. Ik ben nog even heel erg aan het genieten van Daisy. Want dit zijn zijn laatste dagen bij ons. Maandag wordt hij opgehaald voor het transport naar Zwitserland. Morgen komt er vanuit de douane een dierenarts die komt kijken of hij gezond genoeg is. En of hij mag vliegen. En dan kunnen alle documenten in orde gemaakt worden. Dus ja, ik ga nog even extra van hem genieten. Ik ga lekker nog even rijden. En we hebben Daan nog even geholpen met het rijden van Just. Ik ben heel tevreden over hoe Daan met Just gaat. Nu moet ik het even, heb ik even de kunst afgekeken. En mag ik dat ook nog even gaan proberen. Dat was een lekker ritje met Daisy. Hij gaat steeds beter snappen. We zijn ook goed bezig met het zijwaarts. Dat wil ik eigenlijk op het moment dat hij weggaat, dat er gewoon goed in zit. En vandaag kreeg ik wel die bevestiging. Ik wil je nog even updaten, want ik ben weer bij de huid. Nou, ik weet niet of je het ziet. Ik ben weer bij de huidtherapeut geweest. En zo mijn huid daadwerkelijk verbeterd was, vind ik zelf ook, want ik heb echt heel weinig prikkels. Nu alleen al die littekentjes die we aan moeten gaan pakken. Maar ik heb dus nu weer echt een enorm schilver gezicht, want ik ben weer lekker gebeeld. Ik ga lekker deze op stal zetten en dan ga ik auto's pakken. Dan gaan we het proefje oefenen. Robin heeft het deze week heel erg druk met leren voor examens. Deze week rijd ik dus mee Zara voor Robin. Om te zorgen dat Robin zich helemaal kan focussen op zijn examens. Want op de universiteit zitten is natuurlijk niet niks. Donderdag is het springavond. Dus ik heb tegen Robin gezegd dat ik hem dan ook wel spring deze week. Ik heb al een tijdje niet meer heel erg fanatiek gesprongen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat. Robin heeft hem wel voor me opgezadeld en klaargemaakt. Dus ik kan gewoon zo in mijn outfitje aankomen lopen. En dan is mijn paard er al klaar voor. Is dat even lekker?
is zondagmiddag. Vandaag wordt een leuke dag. Gerdien geeft vandaag clinic bij ons op de manege. En ik ga natuurlijk met Juste ook eventjes meerijden. Ik ben bewust van de week door de week niet wezen lessen, omdat ik wist dat Gerdien hier zou komen. Dus doen we vandaag lekker thuis lessen. Omdat het natuurlijk toch een clinic is, doen we wel mooi in de witte bandages en doe ik mijn witte broek aan. Maar we gaan Justy eerst mooi klaarmaken. Nou, Justy is helemaal klaar voor. Kijk, ik heb een mooie shirt aan. Mooie broek aan. En Just is ook, hoppa, helemaal mooi in het wit. Die gaat alvast meteen even naar Tessa kijken. Ik ga de grote camera even aan Rebecca geven, want die gaat bij me filmen. En dan ga ik ondertussen opstappen. Fijn. Het is natuurlijk ook wel weer leuk om helemaal even in een soort clinic wedstrijd outfit zo op een andere manier te lessen. Ook omdat dat natuurlijk toch, je bent in het wit, dus dat is in je hersenen toch weer een andere spanning. Just deed onwijs goed haar best. We zijn echt wel weer een heel stuk vooruit gekomen. Het is nu zelfs zo dat Just heel graag uit zichzelf wil gaan wisselen. Dat ze nu de wissels gaat begrijpen en ze eigenlijk dus een beetje wil gaan doen op het moment dat ze denkt dat ze al mogen. Dat is wel dat we de goede kant op zijn, hè, want dan gaat ze dus in ieder geval begrijpen. Nu moeten ze nog op het moment komen dat ik ze graag zou willen. Zoals we de training nu voortzetten, gaan die wissels dan steeds meer op mijn commando komen. Omdat ze dan weet waar en hoe ik ze zou willen. In de draf hebben we heel mooi de zigzagappiëntmenten kunnen oefenen, waarbij we natuurlijk ook iets meer kracht en verzameling hebben geoefend en ontwikkeld. Heel erg blij ben ik met Just. Natuurlijk nu ook wel jammer dat ik eigenlijk geen knotjes heb gemaakt. Die hadden er ook nog wel bij gekund. Maar ik ben tevreden voor vandaag. Daisy, kijk hoe mooi die is. Met zijn mooie deken. Mooie schone voetjes. Hij wil nu alleen eten. Wil je eten? Ja. Daisy is helemaal klaar voor. Hij gaat nu nog eventjes eten. Ik ga de deken weer mooi opvouwen. Want die geven we mee in de doos met het zadel en alle andere spullen die meegaan. En dan is het wachten op de vrachtwagen die komt. Spannend! Kijk eens wat een lekker pakketje. Ik zou het bijna zelf opeten. Mama is nog even de laatste hand aan het leggen om het deken weer mooi erin te krijgen. Altijd als ze de paarden, als een paard verkocht is en hij gaat weg, dan krijgen ze of een zweedeken of een Bucas Recoptex deken. Geborduurd, customized, met of zonder naam mee. Ik ga nu naar de volgende stop. Ik ga naar de dierenarts. Er worden vandaag 2 paarden voor onze trainingstal gekeurd. Dus hopelijk hebben we 2 paarden erbij aan het einde van de dag. Daar ben ik natuurlijk bij om te kijken of het allemaal goed gaat. Of het allemaal, ja, om te overleggen met de dierenarts. Degene waar we van gekocht hebben, die brengt hem dan nu naar de dierenarts. En als die goed is, nemen wij hem mee terug. Het andere paard wat gekeurd is, komt Daan dan zo meteen brengen. Of wat gekeurd moet worden, dat komt Daan dan zo meteen brengen. Die laten we daar dan. En dan gaan we daarna weer naar onze volgende stop. Dus let's go! Zo goed. Deze stop is helemaal goed gegaan. Norbert is goedgekeurd. We gaan weer naar huis. Echt heel blij met het nieuwe paard. We gingen eigenlijk voor een ander paard kijken. Maar we zagen deze en Daan en ik waren gelijk wel een klein beetje verliefd. Dit is een 3-jarige Everdale Johnson. Die moet nog zadelbak gemaakt worden. Dus dat gaan wij de aankomende tijd doen. En we gaan er lekker mee aan de gang. Hallo. Welkom op je nieuwe huis. Ach, wat een leuke kop hebt hij. Stop. Echt super blij met ons nieuwe vosje die op stal bij staat te komen. Zit nu met Daan weer in de auto, of althans in de paardenwagentje. Want wij zijn onderweg naar Kootwijk met onze 2 springpaarden, Maizara en Dominatus Queen. We gaan ze daar voorrijden. Er is wat interesse voor deze paarden en eigenlijk was de bedoeling dat ze van het weekend bij ons zouden komen kijken, maar dat lukte niet. Dus nou gaan wij die kant op. Normaal doen we dat natuurlijk niet, maar omdat we nu toch nergens heen kunnen, als het voor de mensen niks wordt, dan hebben ze ook weer een mooie ervaring buitenaf en kunnen we even mooie filmpjes van ze maken. Dus dat gaan we nu eventjes doen.
dan onze andere paard wat vandaag gekeurd wordt. Die nog in de, waar ze nog de röntgenfoto's van aan het beoordelen zijn. De vrachtwagen van Daisy was behoorlijk vertraagd. Nou, deze afspraak hadden wij natuurlijk ook staan. Ja, zo loopt het met paarden. Het is altijd wel iets. Felicia, het meisje wat bij ons werkt, die gaat dat met Daisy allemaal netjes regelen. Nou, volgende updates die volgen weer. We gaan weer nog 48 minuten. Eens even hier. Nou, dit is onze tweede aanwinst. Dit is een 7-jarige Spaanse hengst. Helemaal goed gekeurd. Ja, hij is even nog aan het bijkomen. Brave, hè? En natuurlijk gaan we van de week meer over hem laten zien. Ik ga nu lekker naar huis. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Goedemorgen! De paarden zijn aan het ontbijten. Hallo, Kiriwiri. Nou, hier hebben we natuurlijk Daisy bij zijn stal. Die is alweer opgevuld. Hey, schatje. Ik ben lekker op tijd op stal. Ik merkte gisteravond wel dat ik dacht, oh, dat is toch wel een spannend dagje. Dit zijn eigenlijk gebeurtenissen die dan normaal gesproken door een hele week gebeuren. Nu allemaal op één dag. Maar ja, dan hebben we de rest van de week misschien iets rustiger. Nou, ik heb hier Atos alvast opgezadeld. Die is aan het instappen. En dan wordt zo meteen even zijn stal gemest. En hier hebben we Monty. Dit is een van onze nieuwe trainingspaarden. Nou, we zullen ze aankomende weken allemaal aan jullie rustig voorstellen. Want 3 in 1 week is misschien wel wat te veel. Maar deze staat hier in ieder geval in training. Oké, okay, let's ride! Ik heb het er warm van. Ja, het ging echt best wel goed. Ik heb 2 keer die proef gereden. En dan merk ik dat hij met het losrijden. Dus het is goed dat ik die proef ook nog wel even een paar keer rijd. Want ik merk dat in het losrijden is hij super fit. En dan staat het helemaal aan. En dan toch in het proefje. Alles achter elkaar. Dan merk ik toch dat hij iets terug gaat hangen. En wij moeten samen daar natuurlijk beter in worden. Wij moeten daar samen een team in worden in die proefjes rijden. Dus daarom heb ik ook niet het online proefje opgenomen. Omdat ik zoiets had, voelde voor mij echt als een beetje te veel druk. Ook dat het voor mij nog veel beter kon. Nou, het online proefje is ook niet verplicht om te doen. Maar het is wel natuurlijk een mooie graadmeter om even te kijken hoe de jury erover denkt. Aan de andere kant dacht ik, als ik het nu opneem en het kan zoveel beter. Dan hebben ze al een soort gelijk, oh ja. Dan begin ik liever met een frisse start daar zo. Dat ze hem dan gewoon voor het eerst zien en dat hij dan gewoon gelijk even kan showen wat hij kan. Heb ik sowieso nog even 3 weken langer de tijd om die proef te oefenen. Die proef is wel gewoon helemaal naar mijn zin nu. En ik heb het idee dat het past bij ons. Dus dan kunnen wij samen nog beter worden in het rijden van het proefje. Daarnaast kwam ik erachter dat ik geen passend kort jasje heb. Dus heb ik ook nog even 3 weken om op zoek te gaan naar een passend mooi kort jasje. Ik heb alleen een hele mooie lange slipjas voor Cas natuurlijk. We gaan lekker uitstappen. En gaan we door met de dag.
Kijk eens hoe knap die is met zijn enorme voorpluk. Ik ben ondertussen opgezadeld en Dani gaat erop. Ga ik even een stukje filmen. Ik ben heel benieuwd.